De show begon om 9 uur, maar in Café Queer stonden ze al een uur van tevoren onder een zee van vlaggetjes te popelen. We gaan ervoor, we staan weer in die halve finale en we gaan natuurlijk voor de finale van zaterdag. Dus kom maar op, zou ik zeggen. Wat wordt dit voor avond? Een hele leuke, hysterische, gezellige avond. Ja. Songfestival, slechte muziek, slechte acts, heerlijk. Maar zo vrolijk als de sfeer was, zo slecht was het vertrouwen in de Nederlandse inzending. Wat vind je van Whalen? Afschuwelijk. Een hele knappe man. Maar daar houdt het op voor mij, ja. Ik verwacht er niet zoveel van, dan kan het alleen maar meevallen. Whalen zelf vind ik helemaal niet zo heel leuk, maar het lied gaat, ja, kan. Gaat, ja, is wel oké. En toch, ondanks al het cynisme van zijn eigen achterban, wist de zanger zich als allerlaatste te plaatsen voor de finale. Kan ik je toch feliciteren? Ja, we gaan toch op de valreep door. Maar ik ben blij voor het land. Ik zei je toch dat hij doorging? Ik ben totaal verbaasd. Yes, ja leuk, ja spannend. Maar opluchting en helemaal klaar voor een feestje zaterdag. Hoe gaan jullie finale beleven? Nou, in een euforische stemming, dat sowieso. En met een hoop drank, denk ik maar. Dat is altijd het beste voor het Songfestival.